Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van No Limits. En dit keer doen we de laatste aflevering van de Timo Coasters. En hij heeft een park gemaakt wat ik heel snel moet laden. Want het zal best wel lang duren voordat hij gaat laden. En dat is Six Flags New Vincent. Dat is een speciaal ontworpen park. Een klein pretparkje met verschillende achtbanen voor mij speciaal. Die ik heb opgestuurd via de mail. Nou, jullie weten het verhaal van Timo wel. Die heeft wat gezeurd omdat ik pas heel lang geleden zijn achtbaan had gedaan. Maar ik had ze niet allemaal gedaan. Is dit de vierde aflevering dat we met de Timo Coasters doen. En wederom doen we als laatst een Six Flags Park. Zo, dat heeft even geduurd. Maar we zijn nu uiteindelijk bij Six Flags New Vincent. En ik ben ontzettend benieuwd. Het is heel ver lopen. Maar als ik aan de verte kijk, zie ik al een hele grote rode achtbaan. En natuurlijk, als ik doorloop, zal ik mijn neus stoten tegen het reuzenrad. Nou, ik vind het tof. Hij heeft een heel groot lang pad gemaakt. En ik kan dadelijk ook naar links, zie ik al. En dat zal waarschijnlijk de ingang zijn voor deze nieuwe achtbaan. En ik denk dat we deze maar gewoon moeten doen gelijk in deze nieuwe aflevering van No Limits. En we gaan hier omhoog. Een vrij hoog station, moet je kijken. Ongelooflijk. En de achtbaan staat al te wachten. Maar volgens mij ben ik via de uitgang gegaan. En volgens mij, als ik het goed zie, is dit de ingang. En wow, wat zijn dit briljant grote karretjes. Wat een... Wow, en een grote motor voorop. Dit wordt denk ik echt iets heel erg gaafs. En dit is de 4D Extreme. Dat klinkt echt al als een extreem goede achtbaan. Ik ben ontzettend benieuwd. Laten we wat vooruit spoelen, zodat we wat sneller gaan vertrekken van het station. Als de hekjes die gaan, dan zal die vertrekken. Daar gaan we. Dames en heren, dit is de 4D Extreme. Nou, wat kunnen we al zeggen over deze achtbaan? Ik zit helemaal achteraan. Ja, dat is ook wel eens weer eens uniek. Ik bedoel, bij een unieke achtbaan moeten we ook op een unieke plek zitten. En dat doen we niet vaak, waardoor het juist weer uniek is natuurlijk. En dit is dus de 4D Extreme. Wauw. En waarschijnlijk, als ik het zo merk, liggen wij nu ongeveer naar boven te kijken. Zie je? Want ik lig eigenlijk zo te kijken. We liggen eigenlijk achterover. En dat zal best wel relaxed zijn. Als je zo in een achtbaan kan zitten, dames en heren. Hoe cool is dit? Terwijl je de grond... Je bent al zo'n hoog stuk van de grond. Ben je al vandaan. En nu ga je nog hoger. Maar we kunnen wel een overzicht zien van de achtbanen die hij heeft gebouwd. En als we Timo kennen... Die kennen we onderhand wel met zijn achtbanen. Want het is de vierde aflevering alweer met zijn achtbanen. Dan weten we dat Timo houdt van snelheid en van hoge achtbanen. Dus ik kan best verwachten dat het best wel een tijdje gaat duren voordat we boven zijn. Maar ik zie al dat we het einde naderen. En dat we dadelijk meegesleurd worden met de trein. Wat je natuurlijk ook in het echt hebt. Dat je ineens de snelheid krijgt. Ik moet natuurlijk gokken hoe snel deze achtbaan zal zijn. We gokken maar een kilometer of... 95. Is dat een mooie snelheid? 95. Daar gaan we kijken of we het halen. De 95 km per uur. We gaan nu al 20. Oeh, die eerste kleine afdaling. En als het goed is, gaan we nu keihard naar beneden. Recht naar beneden met 124. Nou, ik zat nog niet eens in de buurt. 124 km per uur. En de karretjes die bundelen helemaal heen en weer. Ze gaan ook rondjes draaien natuurlijk. Dat is het unieke van zo'n achtbaan. De 4D Extreme. Nou, nu liggen we eigenlijk weer lekker op een goede manier. Gaan we keihard naar beneden over het pad heen. Wat een constructie. Heel apart en best wel gedurfd om deze achtbaan neer te zetten. Want ongelooflijk. Je zal misschien wel met meerdere dingen rekening moeten houden. En wow, dat was heel cool wat je net meemaakte. Tot nu toe. Mijn favoriet is toch wel die 4D Extreme. Oftewel, als je het stoer moet noemen, in het Engels de 4D Extreme. Weet je wel, met zo'n coole vertelstem. Wauw. En ja, ik heb een klein baardje. Je ziet soms van... Is niet belangrijk. 4D Extreme. We gaan uitstappen. Hij is nog naar het einde aan het gaan van het station, maar daar wil ik niet op wachten. En daar komt hij aan. Kijk eens wat een constructie. Kijk eens, dit is een trein. Ongelooflijk. Hoe zit dat zo vet in elkaar met kabels en weet ik veel allemaal dingetjes. Ongelooflijk. We gaan door met de volgende achtbaan. En dat is het reuzenrad. Nee hoor, we gaan niet in het reuzenrad. We gaan nog steeds lopen. Ik zal het een beetje versnellen en zo. Oh, het leek net of het reuzenrad hier ging staan. Maar dat is dus niet zo. We kunnen daar naar links en rechts. We gaan maar naar links. En dan komen we aan bij een blauwe achtbaan. En, een Enterprise zie ik hier. We komen aan bij de Rattler. De Rattler. Of de Rattler. Ik weet niet hoe je het wil zeggen. Ik denk de Rattler op zijn Engels. En we kunnen gelijk gaan zitten. En
Dit is volgens mij zo'n lekkere ouderwetse achtbaan. Je snapt wat ik bedoel, hè? Gewoon zo'n lekkere oldschool achtbaan. We gaan er eens in. En als ik het zo ziet, kijk, hier hou ik van. Dit heb ik weinig gezien van Timo in al zijn achtbanen. Gewoon zo'n lekkere stalen oldschool achtbaan. Zo'n stalen achtbaan, heerlijk. Met een looping en twee kurkentrekkertjes. Weet je wel, gewoon fijn is dat. Gewoon dat hij ertussen zit. Ik bestrijd die ook wel heel erg graag. Nou, laten we eens kijken. Gaat niet super hoog. Maar dat is ook niet de bedoeling bij zo'n stalen simpele achtbaan. Simpel wil ik het trouwens niet noemen. Want het is best wel een werk om natuurlijk ook gewoon een achtbaan zoals dit te maken. Dus ik moet niet overkomen van, oh simpel, we doen hem even snel. Nee, hier zit natuurlijk ook ontzettend veel tijd in. Ik gok een kilometer of 60, 70. Nou, daar gaan we. En hij haalt de 3,84. Oké. Ik ben echt weer niet goed bezig met dat gokken. Bij de eerste achtbaan ging dat dan niet goed. Misschien gaat dat beter. In de vorige aflevering weet ik dat het beter ging. Oké, we krijgen een stukje remmen. En we hadden de looping al gehaald. En dadelijk zal natuurlijk de kurkentrekkertjes komen. Ik denk dat na deze bocht al dat we dan daarbij komen. Hij heeft een Enterprise en een schommelschip neergezet. Die zet hij heel vaak neer in zijn parken. En hier krijgen we inderdaad de kurkentrekker 1. De kurkentrekker 2. En een bochtje. En ik denk dat we dan bij het einde van de achtbaan komen. Ik denk dat hij nog wat bochtjes hebt. En dat we daarna de remmen krijgen. Niet zo'n groot gedeelte remmen. Kijk eens, huppakee. Oeh, dat was apart, dat bochtje. Ik wil even kijken hoe dat precies in elkaar zat, dat einde. Ik liep op de baan, dat was niet goed. Hier had hij een soort van remmen. En gelijk alweer zo'n schuin stukje en dat. Oké, dat is wel apart. Maar het werkte wel. Dus prima, goed gedaan. We gaan langs de Enterprise en het schommelschip. Want er zijn natuurlijk wat meer achtbanen nog in deze omgeving. En daar lopen we nu ook naartoe. Langs het reuzenrad. Heel gaaf. Kijk eens. Mooie regenboogkleuren vind ik het ook wel hebben, hè? Zo'n reuzenrad. Volgens mij hebben we nog twee achtbanen te gaan. En doen we die hoge als laatst. Nog meer zelfs. Hier zit nog een kleintje. Oh, hij weet dat ik van de Adventure Plague hou. De Adventure Plague. Hoe komen we daar naar binnen? Even kijken. We gaan hier omheen lopen. Misschien dat we daarna een ingang vinden. Hoe komen we bij de Adventure Plague? Even kijken hoor. Volgens mij had hij niet eens een ingang gemaakt voor de Adventure Plague. Volgens mij was het gewoon een ontdekkingscoaster van, oh wat leuk. Ik ga sowieso voorin bij het treintje. Nee, dat zien we minder, hè. Hier ga ik zitten. Oh wat tof. De Adventure Plague. Dit is toch cool? We gaan deze achtbaan meetellen als natuurlijk een coaster waarop je mag beoordelen welke je het vet vond aan het eind van de aflevering. Oftewel, er zijn 5 vette coasters in deze aflevering in dit pretpark. Nou, we gaan omhoog. Opgetakeld worden we in kindercoaster. Verwacht niet dat we sneller gaan dan 30 km per uur. Maar we gaan het zo meemaken. Dan gaan we met de eerste afdaling. We gaan nog wel harder dan 30 km per uur. Maar het zal niet harder gaan. Inderdaad, 36 km was voor mij de max. Nou, het is echt een kinderachtbaantje. Heel scherp bochie. Leuk. Oké. Ik weet niet of we dit mogen tellen als een achtbaan. Ik vind van wel. Dit hoort er natuurlijk ook bij. Wow, die remmen. En echt een ontzettend scherp bochtje hier zo. Dit is echt bizar. Het scherpste bochtje ooit. Je verwacht niet dat een achtbaan zoals dit kan doen. Maar het is wel mogelijk als je aan de snelheid denkt. Kijk eens, dit heeft hij gewoon gehaald. Heel scherp. Leuk gedaan. Leuk achtbaantje. We gaan nu naar een echte achtbaan. Zo mag ik het wel noemen, denk ik. De Diver. En de Diver staat al klaar. Het ziet eruit als een divecoaster. Nu echt wel een divecoaster. Met zelfs plantjes die steken in het station. Maar dat geeft geen ene moer. We gaan voor deze achtbaan en niet voor plantjes in een stationnetje. Oké, kom maar op. Ga maar open hekjes. Dan kunnen wij een plekje nemen. En ik ga natuurlijk altijd een beetje in het midden zitten. Maar ik wil nou eens een keer uniek ook een plekje kiezen. Seat 1. Wow, ik was net op tijd zoals je zag. En we krijgen de optakeling. We gaan weer 1 kilometer met de simulation speed. Dat houdt in dat dit de normale snelheid is. We kunnen zelfs naar 0,25, 0,5, 1, 2, 1,5, 2, 3 en 4. Ik was de 1,5 vergeten. Daar heeft hij ook een hele tijd op gestaan, als jullie nog weten. In een van de oudere afleveringen. Shame, shame. We gaan eens kijken wat de Diver gaat doen. Nou ja, ik hoop dat hij naar beneden gaat. En dat gaat hij zeker in de vorm van inderdaad een divecoaster. Of hij onder de grond gaat, heb ik nog niet kunnen zien. Maar zullen wij zo... Oeh, scherp bochie. Lekker, lekker, lekker. Een scherp bochie. Maar of hij onder de grond gaat, dat zullen we zo zien in 3, 2, 1. En ja, hij gaat onder de grond met een tunnel. Ik mis de rookeffecten. Waar zijn de rookeffecten, Timo? Volgende keer beter. We gaan eens naar beneden met 104 km per uur. Ik ben vergeten te gokken. We gaan eens lekker over de kop, een halve looping. En wat scherpe bochtjes
onder de constructie door, onder de achtbaan door. Nou, hij verliest zeker in snelheid. Het lijkt net of we langzaam gaan, maar we gingen nog steeds rond de 75 km/u. En nu natuurlijk wat minder met remmen. En krijgen we een tweede gedeelte waar we weer onder de grond gaan. Zal misschien een kilometer of 70 gaan. Het gaat harder. Ik ben zo slecht, dames en heren, momenteel met gokken. Ja, je kan natuurlijk ook niet zien hoe ver die naar beneden gaat. Dat is het gewoon. En als je dat niet ziet, dan kan je eigenlijk ook niet gokken. Oeh, dat waren wat rode G-krachten. Dat was best wel een... We gingen te snel, denk ik, voor die dat elementje over de kop. Hier gaat hij ook wel een beetje rode dingetjes geven. Hij ging een beetje snel met de bochten. En dit bochtje vind ik ook leuk, zo'n scherpie. Zo'n scherpie in de diver. Er waren wat dingetjes die wat minder waren, vond ik. Hier was een... In een bochtje was hij misschien een beetje... Ja, een beetje te scherp misschien nog. Maar goed, wel een toffe coaster. Dit is trouwens de eerste coaster van al Timo's achtbanen die ik in het rood ziet verschijnen in mijn ooghoek van de G-krachten. Ik weet niet of dat altijd slecht is, maar het kan nooit goed zijn als iets in het rood staat. Dus misschien moet je daar volgende keer een beetje rekening mee houden. Maar, ja, ik mag wel kritisch zijn. Ik bedoel, Timo maakt fantastische achtbanen en dan mag ik best wel een klein beetje kritisch zijn daarin, vind ik. We gaan door met de laatste achtbaan en dat wordt ook de laatste van Timo in de aflevering die we hebben gedaan. Natuurlijk mag Timo in de toekomst ook wel meer achtbanen sturen en dan zal ik natuurlijk rekening houden. En hij moet ook rekening houden dat de achtbaan zeker weten aan de beurt komt. En dat hij niet gelijk 30 achtbanen moet sturen, maar doe het in mate. Dat zou tof zijn. We gaan door met de laatste en dat is de Racer. Een rode baan. En ik denk dat we best wel snel omhoog gaan als ik zo die twee optakelingen zie. En een zwarte coaster met rood. Laten we eens kijken. We gaan 18 km per uur. Dat is lekker een goede snelheid. Ik denk dat deze achtbaan een goede gok moeten we nemen als laatst. 125 km per uur wordt mijn laatste bod. Om te kiezen hoe hard deze achtbaan gaat. En dan moeten wij samen met jullie een keuze maken. Nou ja, ik maak eigenlijk persoonlijke keuze. En jullie keuze staat ook voor jullie persoonlijk. Welke achtbaan het vetst is. We gaan naar beneden met 138 km per uur. Ik zat er 13 km naast. Maar oké. We gaan echt heel snel. Rode G-krachten. Omdat we zo verschrikkelijk snel gaan. Dit is misschien wel een van de snelste achtbanen die Timo heeft gemaakt, denk ik. Wow. Ongelooflijk. Misschien zelfs een beetje te snel. Maar goed, dat geeft niet. Ontzettend gaaf dat hij ook gewoon als afsluiting zo'n vette, snelle coaster heeft gemaakt. Een mooie afsluiting ook. We gaan langs de bloemetjes. Het lijkt naar bloemetjes. Het zijn gewoon die bosjes, weet je wel. Die bosjes met kleurtjes. En hier gaan we omhoog. Een beetje FPS droppen hier. Maar dat geeft niet. Zolang we nog in het karretje zitten is het allemaal positief qua beoordeling. Oh, ik dacht hebben we die blauwe nog niet gedaan. Maar, oh, kijk nou. De remmen. Die achtbaan is zo hoog dat de remmen zelfs schuin bij een afdaling zitten. Wauw, dat is cool. Kijk ook hoe we nu op dit moment staan. Ik ben benieuwd of het einde nog wat vaart hebt. Dus daarom wil ik nog even afwachten wat het einde gaat doen. Kom op, gaan we wat sneller. Ik zal hem even wat vooruit spoelen, want we staan best wel snel stil. En zoals je ziet, krijgen we zulke remmetjes dat we steeds zo in het karretje gaan. En dat is misschien wel een vervelend gevoel. Dat ligt eraan. Maar oké, we zijn weer terug. En nu laat hij het los. En dan zullen wij, laat het los, laat het gaan. En dan hebben we hier een laatste bochtje met 30 km per uur. Dat stelt niet veel voor. Waar zijn de ondersteuningen? Volgens mij heeft hier wat ondersteuning gemist. Ik mag wel een beetje kritisch zijn, toch? Hier mist de ondersteuning. Hier zweeft het als magie over het gras. Oké, oh. Nou, deze coaster valt af in mijn ogen. Ik vond hem te snel en ik vond hem daardoor niet heel erg leuk. Deze achtbaan, de 4D, was inderdaad mijn favoriet. Maar is dat gewijzigd? Je hoort het in de volgende aflevering. Nee, natuurlijk niet. Ik denk sowieso, deze achtbaan, de 4D, was een prachtpareltje. Ongelooflijk. Dit is echt een unieke vette coaster, Timo. Goed werk gedaan. Bedankt voor je inzending. Ik hoop dat je tevreden bent. Oh, kijk! Six Flags New Vincent. Hij heeft het zelfs met bloemetjes neergezet. Hoe cool is dit? Dit is echt uniek. Thumbnail! Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van No Limits. Tot ziens en laat weten in de comments welke achtbaan jij het vetst vond van deze 5 coasters. Doei doei!